gevolgd te worden in mijn oude middelbare school. En ja, al die mensen die van mij zijn gekomen, vind ik wel heel speciaal. Want ik vind het maar een beetje gek eigenlijk dat ik gewoon gehuldigd word. Nou ja, ze hebben altijd wel gewoon gesupport dat ik topsporter ben. En ik mocht vrij als ik zeg maar op kamp moest of zo. Dus ze hebben me altijd daarin geholpen. Maar uiteindelijk heb ik wel gewoon met mijn eigen doorzettingsvermogen, heb ik gewoon binnen 5 jaar het gewoon gehaald. Dus. Weet je nog wat Koen tegen je zei? Ja, hij zei van, ik wist dat je dit kon. En dat heeft hij ook altijd tegen mij gezegd. Hij zei van tevoren, wist ik dat je hier kon winnen. Maar ik dacht, misschien is het nog net iets te vroeg. Hij werkt natuurlijk bij mij mee naar een bepaald doel toe. En hij helpt mij heel erg. En hij ziet dat ik gewoon bijvoorbeeld heel goed rij in de training. En dat betekent dat ik kan alleen nog maar harder, zeg maar. Dus ja, aan de ene kant mooi. Koen was meer van de ploegrijden, hè? Van de achtervolging. Denk je dat je misschien ook die kant op gaat? Nee, eigenlijk is die van de 1500 massastart en ploegachtervolging. Maar ploegachtervolging is wel iets meer voor de lange afstand dames. Daarom is er nu een teamsprint. Dat is wel iets minder populair onderdeel omdat het niet Olympisch is. Dus ja, ploegachtervolging is net iets te lang voor mij. Maar ik wil wel de 1500 meter erbij pakken.